gewoon miljonair worden. Dat was echt top. Volgende keer weer. Ja, gaat nu echt. Ik ga je zo even laten zien. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe weekvlog. Leuk dat je weer kijkt. Mijn favoriete mensen op de wereld zijn net geland op Schiphol. Ze komen zo meteen even langs. Superleuk, ik heb ze 3 weken gemist. Dus gezellig. Ze zijn weer terug. Hoi. Hoi. Goed ontbijt weer. Oh ja, echt? Taart. Oké, ik kom net van de boekenhouder. Ik ben zo blij dat ik een boekenhouder heb gevonden. No jokes, ik heb echt nachtmerries van mijn administratie. Dus dit is echt geweldig. Nu ga ik even door naar ergens werken. Tijd voor pakketjes. Altijd als ik de English Pure Fragrance op heb, vraagt iedereen naar mij: welk parfum heb je op? Oh, serieus, deze moet je echt een keertje gaan ruiken als je hem nog niet hebt geroken. Zo lekker. En ook de mini versie voor op prijs. Oh, hier ben ik echt super, super blij mee. Okay. Ik was van de week dus bij FS Agency en ik zag dat ze daar embryolyse crèmepjes hadden. Ik heb hier zoveel over gehoord. Dus ik was er benieuwd naar. En nu heb ik wat samples gekregen daarvoor. Zo benieuwd. Ik ga deze sowieso goed testen. Ik ga het jullie laten weten. Maar alle visagisten en make-up artists zweren bijna hierbij. Thank you. Met tegenzin. Naar de sportschool. Maar ja, het moet ook gebeuren, I guess. We waren vanochtend trouwens gematcht. Ik heb niks van gefilmd. Wel een boomerang trouwens. En daar gaan we weer. Lekker op pad vandaag. Even dingetjes terugbrengen uit Jimmy Choo. En daarna met de Marlies Dekkerts. Situation in de masker. Ik ben hier in de badkamer en ik dacht ik moet jullie dit even laten zien. We hebben dus een nieuwe tandenborstel, maar die heeft geen borstelhoudertje. Dus verdacht Nico, ik maak er dan zelf een van wc-rolletjes. Eentje voor hem en eentje voor mij. Kan toch niet? Tweede keer deze week. I'm proud. Op naar de 4, dat is mijn doel in ieder geval. Een McChicken, alleen broodje. Ja. Een quarter pounder menu. Medium of groot? Medium, met... Dank u wel. Shame on you. Jij wilde komen. Ja, dankjewel. Hetzelfde. Ik kon dan net zo goed niet gaan sporten. Oh my god. Ik was de hele tijd aan het editen en Nick was in de keuken. Allemaal aan het rommelen. Ik dacht, ik laat het gewoon. Maar kijk wat hij heeft gemaakt. Contucci's. We waren helemaal gek op toen we in Italië waren.
is nog niet klaar, maar ik kan niet wachten meer. Is het moeilijk om te maken? Nee. Vertel. Ja. Kijk maar beneden voor het recept. Gaan we miljonair worden? Na deze sale. Is it just my imagination? Where's Ruben's makeup on your chin? I have a problem. Busy work game. Hoe gaat het? Oh, ik heb 2 vuilniszakken uitgesorteerd en nu nog 6 te gaan. Zo. So. This is the most the girls get so. All night. I love your Dalton Trumbo. Thank you, Dorothy Parker. So cute for actually got that. I know how that feels. 400 euro. 5 euro. Een koopje. We could get something to eat or for the movies. Goedemorgen. Het is tijd om te verhuizen. Zo ziet het er wel echt uit. Ik heb 3 koffers en 2 grote zakken vol met kleding en tassen en wat dan ook. Ja. Alles pas. We zijn hier onderweg naar de Student Hotel, waar de sale wordt gehouden. Ja, het is bijna 10 uur, maar het voelt echt al 7 uur voor mij. Ik heb vannacht, ik denk ik sliep rond een uur of half 4. Dus dan is 10 uur nog best wel vroeg. Maar goed, koffie er doorheen straks en ik heb er gewoon heel veel zin in. Ik hoop dat ik heel veel ga verkopen en dat ik heel veel mensen ga ontmoeten ook. Dus ja, het gaat sowieso wel heel gezellig worden met de andere meiden ook. Dus ja, zie je. Zonnebril en trui van Colorful Rebel aan die ik gisteren heb gekocht bij de blogger sale. Dus ik heb verkocht en gekocht. En daar is een leuk plakje. Je zal dat het kerst is. We gaan nu eindelijk onze spullen in de berg nemen. Per tijd. Het is nu mei. We kunnen zo weer uithalen. Hallo. Ik heb natuurlijk weer haast, what's new, maar ik wilde dit nog even laten zien. Ik heb net een perspakketje gekregen. Een aspergeboeket. That's new. Ik wou dat ze het ook voor me gingen klaarmaken. Maar goed, hier zitten volgens mij recepten bij, dus het moet wel goed komen denk ik. Nou, ik ben benieuwd. Misschien kan Nieke er iets van maken. Anyhow, ik ga weer verder. Ik vind asperges super lekker. Ik bestel het altijd als ik op een kaart zie in een restaurant. Maar nog nooit zelf gemaakt. Dus wie weet, nu voor de eerste keer. Misschien wel soep. Anyhow, we gaan nu naar Kevin, want we gaan een shoot doen en naar een ASOS event.
veel Fashion Week pieces. Super gaaf. Super gaaf. Paparazzi, eigenlijk een beetje. Nee, heel tof. Ja, heel gaaf. Can't wait. Mooie rode look. En we hebben hier gefilmd. Vet. Ja. Is een blogger, of eigenlijk blogger, wat is het? Een influencer, een content... Creator. Content creator, ja, ja. Nou, natuurlijk heeft zij heel veel ervaring als het gaat om fotograferen voor haar website. Oh, much better. Kijk. Hey. Dat bedoel ik. En hoeveel kost deze? En je kunt trouwens ook naar een lens die vast is, maar een grotere hoek. Dan zet je hem hierop. Dan moet je er gewoon een hekel en plat lensje. Moet je echt naar een zo laag mogelijk zijn. Je gaat nu echt kadaver. Ik ga je zo even laten zien. Ik ga je laten zien. Oké. Okay. Goed als je het hoort, ik ben nu met de expert. Ik ken Kevin al 3 jaar geleden hebben we elkaar ontmoet. Zeker 3 jaar geleden. Ja. Op een event. Toen was ze nog helemaal beginnend. Maar echt beginnend. Zo vet om te zien dat je zo gegroeid bent. Hartstikke leuk. Ja, ik vind het echt leuk om weer met haar af te spreken en samen te werken. Dat is omdat eigenlijk de tijd gewoon stil heeft gestaan, toch? Wauw. Superleuk. Ja, ik vind het echt heel gezellig. En we gaan samenwerken vaker, dus je gaat hem vaak voorbij zien komen. Gezellig. Ik heb een verrassing meegenomen voor Niek en jullie hebben het al gezien. Het zijn de donuts. Wat vind je van? Heel nice, heel nice. Ik ben benieuwd naar deze. Oh, ik zag die ook bij Stasja. Ja, deze? Ja. Zeggen we bij Stasja. Zijn vooral... Shaman, eigenlijk wil ik nu eten, maar ik wil ook eerst een foto maken. Dilemma's. Ik denk dat ze dan 1 of 2 dan eten en dan die andere laat voor een foto. Dat is het plan. Deze met stroopwafel. Zo lang geen donut meer gegeten. Dit maakt me echt happy. Wil je een hapje? Hit me. Kijk uit. Laatste dag van de week vlog. Ik heb de hele dag al mijn sportoutfit aan. Ik wilde eigenlijk naar de sportschool gaan, maar kwamen steeds spoedjes tussendoor, mailtjes die ik moet beantwoorden. En nu is het al bijna 3 uur. Ik heb nog niet gesport. En ik haal het ook niet meer, want ik moet over een uur klaar, na ongeveer 1,5 uur klaar zijn. Dus de tijd dat ik naar de sportschool ben gegaan, is het alweer minimaal 1 uur verder. Dus ik ga nu even gewoon een rondje rennen, denk ik. En dan snel klaarmaken. En vanavond ga ik naar Bruno Mars. Vriendinnetje van mij komt uit Eindhoven. En ja, dan gaan we lekker vanavond helemaal los op Bruno Mars. Hij heeft 2 concerten achter elkaar. En ik zag gisteren al zoveel leuke snaps voorbij komen op Insta Stories. Dus ja, super veel zin in. Iedereen vindt mijn broek iets te heftig. Ik vind hem echt heel leuk, maar te heftig? Bling bling hoor. Looking for my girl.
dat ik vergeten was om de vlog af te sluiten. Dus vooral Bruno Mars was heel leuk. Super. Dan begin ik zo aan een nieuwe vlog, dus zie je volgende week.